Hey, hallo Erik hier, welkom in deze video. Ik sta hier aan de voet van de Montségur, een Katarenburcht in het meest zuidelijke puntje van Frankrijk. En ik wil in deze video iets met je delen over besef, bewustzijn en hoe jij dat kunt inzetten anno nu, in de dag van vandaag. Ik ben ruim bijna anderhalf uur ben ik met de auto van Carcassonne naar deze plek gereden. En ik heb een BMW met airco en navigatie en muziek alle toeters en bellen erop. En ik vond het een heftige reis. Ondanks het feit dat ik een navigatie heb, moest ik toch kijken van moet ik hier naar links of rechts of het allemaal hele kleine bochtjes, straatjes. Het was voor mij opletten. Het waren hele smalle weggetjes, het waren kronkelweggetjes, de zon scheen in mijn gezicht. Ik moest mijn zonneklep naar beneden doen totaal verblind te worden. Ik vond het een pittige reis. En ik rijd bijna altijd op de eco-stand om zoveel mogelijk benzine te besparen en zuinig te doen, een beetje bewuster te rijden. En af en toe dacht ik, oh, ik ga even die sportstandknop aanzetten, dat ik even die heuvel wat beter omhoog kan trekken. En deze rit die ik gemaakt heb is niet voor niets. Honderden jaar geleden zijn de Kataren, heel kort door de bocht gezegd, afgeslacht, in de pan gehakt door de mainstream kerk, omdat zij een andere geloofsovertuiging aanhingen dan wat gebruikelijk was. En de Kataren hebben onder andere dus in Carcassonne gezeten, in een stad helemaal omringd, ommuurd door muur, nog een muur, nog een muur, water. Het was best wel een lastige vestingstad om te nemen. En toch zijn de Kataren gevlucht naar hier deze burcht, helemaal op het puntje van Montségur. En je moet wel heel erg wanhopig zijn, je moet wel heel erg bang zijn, je moet wel heel erg gemotiveerd zijn om deze trip hier naartoe te maken. En dan heb ik het niet over mezelf, want voor mij was het, ondanks het feit dat het een heftige rit was, relatief. Want in die tijd voelden de Kataren zich ongelooflijk bedreigd en ze werden bedreigd, ze werden opgejaagd. Dus je moet dus wel heel wanhopig zijn om met honderden mannen en vrouwen de beweging te willen maken van Carcassonne, waar alle voorzieningen aanwezig zijn, naar dit lugubere, bijna koude, kille, onheilspellende plekje eigenlijk. Want het kippenvel loopt over mijn armen als ik hier naar kijk en naar deze burcht. En ook vol ontzag, omdat deze burcht, ik heb geprobeerd om een filmpje te maken, 10 minuten hier verder vandaan, waar je wel al de burcht kunt zien, om te laten zien hoe onherbergzaam het is. Het is gewoon, je kunt het niet zo goed zien, alleen het is gewoon echt een puntje, helemaal in the middle of nowhere, in een ongelooflijk bergzaam gebied. En daarbovenop hebben ze dus die burcht gebouwd. En die burcht is voor een heel groot gedeelte afgebroken, afgebrokkeld, vergaan. Dus alleen al die burcht bouwen is een klus. Dat kun je bijna niet voorstellen hoeveel werk en tijd en energie dat heeft gekost. En die Kataren die zijn dus toch moeten vluchten naar deze burcht, waar ze hier ook uiteindelijk ook gewoon in de pan zijn gehakt. Dus wat beweegt mensen om helemaal in totale wanhoop, totale angst, de angst voor vrijheid, de angst om jezelf te mogen zijn, om deze beweging hier naartoe te maken, om dan vervolgens ook nog eens een keer het loodje te moeten leggen? Ik ga vandaag een eerbetoon geven aan de Kataren. Ik ga mijn energie, mijn liefde en licht hier brengen. Ik ga deze plek eren. En waarom neem ik nou deze video op? Los van een beetje historisch besef en een beetje een verhaal geven over de Kataren en wat er gebeurd is. Dit is van alle tijden. Het is van alle tijden dat mensen worden bedreigd. Het is van alle tijden dat mensen zich niet vrij voelen. Dat mensen zich beperkt voelen door te mogen zeggen wie ze zijn en waar ze voor staan. Omdat ze een ander beeld hebben dan wat gebruikelijk is. Omdat ze anders denken. Omdat ze meer dingen voelen, zeggen, vertellen. Waarvan de meeste mensen, de mainstream mensen zeggen, dit kan niet, dit begrijp ik niet. Hoe kun je dit nou zeggen? Hoe kun je dit nou voelen? Hoe kun je dit nou beweren?
En ik geloof dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan alleen maar datgene wat we kunnen zien en kunnen verklaren. En als jij deze video aan het kijken bent en je bent heel erg van de ratio en van het verklaren, dan nodig ik je uit om een beetje meer open te staan voor de dingen die je niet per se kunt verklaren met je hoofd. En ben jij iemand die juist iemand is die heel erg vanuit het gevoel en vanuit het alternatieve, vanuit het spirituele, vanuit energiewerk, vanuit lichtwerk je leven leidt, laat je dan vooral heel erg inspireren door wat er hier gebeurd is. Laat je vooral heel erg gemotiveerd voelen om juist in de tijd anno nu, waarin er veel meer middelen zijn, er is airco, er is een navigatiesysteem, er zijn social media, er is een ChatGPT, er zijn kanalen waar je jezelf kunt laten horen. En je wordt misschien dan wel afgeslacht online door te zeggen, nou, wat jij vertelt is poep. Ja, als dat het ergste is wat kan overkomen, dan staat het in het nihil bij wat de Qataren meegemaakt hebben. Dus voel vooral heel erg de drang, de motivatie, de wil om liefde en licht te verspreiden. Om te vertellen wie je bent en wat je doet. En vooral ook, breng het ook in de praktijk. Ga ook doen wat jij te doen hebt. Breng liefde en licht. Ga mensen helpen. Ga vertellen over de dingen die je voelt bij een ander, die je ziet bij een ander. En niet om, niet dwingend, niet mensen iets opdringen, helemaal vanuit jezelf. En laat jezelf dan ook niet in een hoekje duwen. Ga niet zitten wachten en ga niet zitten denken, oké, ik ben vreemd, ik ben anders. Nee, ga het doen, want de wereld heeft behoefte om mensen te krijgen naar non-dualiteit. Om meer open te gaan, om steeds meer te leven. Niet alleen vanuit je hoofd en je lichaam, maar ook vanuit je hart en je ziel. Dankjewel voor het kijken en ik ga deze mooie tocht, deze heftige mooie tocht maken met een eerbetoon aan die prachtige Qataren.